Lieve mensen, allemaal van harte welkom. Vandaag, nu ik dit opneem, is het 16 november 2023 en ik wil een algemene healing geven voor u thuis, dames en heren. Dus ik wil een healing geven die eigenlijk op alle vlakken kan helpen. Dat mocht ik vandaag doorkrijgen, dus een algemene healing. Dat kan dus betekenen zowel op allerlei lichamelijke vlakken, heling of genezing van lichamelijke vlakken, klachten, of geestelijke klachten, energetische klachten, of het krijgen van groeten van dierbare overledenen, of misschien mag u tijdens de healing ook spontaan overledenen zien, horen, voelen of misschien ook ruiken. Dat u de lievelingsparfum bijvoorbeeld ineens mag ruiken. Een algemene healing. En u mag ook foto's wegleggen bij de laptop, de smartphone, de tv, de pc, de tablet, maakt niet uit. En dan wordt het ook opgeladen, maakt niet uit wanneer u kijkt of hoe vaak u kijkt. Er is geen tijd en ruimte in de andere dimensies. Dus de werking is daar altijd. Mocht u denken dat u ineens van klachten af bent, dan mag u dat natuurlijk, of als u bepaalde dingen heeft gezien of gevoeld, mag u dat natuurlijk altijd onder de YouTube-clip schrijven. Mocht u denken dat u echt genezen bent van een ziekte, dan is het heel belangrijk dat u naar de arts gaat en dat de arts dan controleert of dat ook echt zo is. Dus nooit stoppen zelfstandig met medicatie, uiteraard. Dus zelf nooit stoppen ermee. Dan wil ik nu heel graag de healing gaan doen. U hoeft nooit bang te zijn. De healing komt uit de geestelijke wereld naar u toe. U mag bepaalde dingen ervaren, misschien bepaalde dingen voelen. Foto's van dierbaren mag u ook op schoot nemen. Misschien als iemand ziek is of in het ziekenhuis ligt op het moment, kunt u die persoon ook in gedachten nemen tijdens de healing. En ook de foto's worden dan behandeld of u kunt de persoon in gedachten nemen en dan wordt daar hulp naartoe gestuurd. Dan wil ik nu energieoverdracht doen.
Ja, lieve mensen, wat u heeft mogen ervaren, mag u voor uzelf houden, maar ook delen met anderen. U mag het uiteraard ook onder de YouTube-clip schrijven wat u heeft meegemaakt. Misschien heeft u een fijne, warme ervaring gehad. Of een download van verfrissende inzichten gekregen. Of dierbare overledenen mogen zien. Of heeft u ineens geen pijn meer. Het kan ook zijn dat pijn even erger wordt. Omdat het op een kookpunt wordt gebracht. En dan daarna beter wordt. Dus dan gaat eigenlijk de positieve energiedeeltjes die gaan strijd aan met de negatieve energiedeeltjes in uw lichaam. En dan wordt het even erger en daarna komt dan de verlossing. U mag natuurlijk dat onder de YouTube-clip beschrijven. Daarmee legt u een getuigenis af van het bestaan van een andere wereld. En geeft u mensen zingeving aan hun bestaan. Dat ze weten dat het leven meer is dan wat wij kunnen zien met onze blote ogen. Natuurlijk maakt het niet uit of u de ogen open heeft of sluit tijdens de healing. De werking blijft gewoon altijd hetzelfde. En u mag het ook meermaals bekijken en dan werkt het altijd weer op de manier waarop u ontvankelijk bent op dat moment. Doe ermee wat u ermee wil doen, maar doe er iets goeds mee. En ik zie u graag terug in een volgende YouTube-clip. Tot ziens.